Mijn naam is Henny. Ik ben GroenLinkser van het eerste uur. Ik stap nooit over mijn schaduw heen. Ik sta het liefst in de schaduw van een ander. Daar voel ik me het veiligst. En dat heb ik binnen GroenLinks altijd gedaan. Ik sta niet zo graag vol in het licht. Dat hoeft voor mij niet. Ik weet mijn wegen wel te vinden. Ook met die megastallen. Ik heb meer bereikt, denk ik. Maar dat doet er allemaal niet toe. Binnenkort ga je er misschien nog iets ooit van horen. Want ik kom uit een heel groot boerengat met die megastallen. En daar hebben we heel veel bereikt. Maar ik vond, het gaat me zo aan het hart wat er nu met GroenLinks gebeurt. Nu wil ik in het licht staan. Ik heb een vraag. En ik ben niet zo'n spreker als Tovik of als Jolanda. Ik heb hem op papier moeten zetten. Maar hij komt wel uit mijn hart. Ik ga het wel vragen om het kort te houden. Want ja, ik hou het kort. Maar voor mij toont het de essentie waar het om gaat. Tovik, je bent een lieve vent. Je kunt perfect die ideeën van GroenLinks verwoorden. Knap. GroenLinksers, dat zijn strijders. Voor een duurzame en rechtvaardige wereld. Maar, Tovik, je maakt een fout. Je maakt een hele grote fout. Jij denkt dat je alles kunt bereiken als je ervoor gaat. Maar zo zit de wereld niet in elkaar. Niet iedereen is overal geschikt voor of heeft gelijke kwaliteiten, laat staan kansen. Voor de politiek hebben we integere, bezielde mensen nodig. Zoals Jolanda of onze voorzitter Helene. Diep respect. In de politiek moet je concessies doen, maar nooit gedreven zijn door frustraties of door persoonlijk gewin. Jolanda heet geen Verhagen. Ze heet Jolande. Jolande. Ik denk, ik ga hem niet corrigeren. Heeft geen Verhagen. En jij heet toch ook geen Wilders. Je vader gaf jou de naam Dibi. Maar nou speel je toch echt in schaapskleren. Ik heet met mijn achternaam gewoon Jansen. Ik heet Jansen. En mijn oude wijze vader, die leeft nog steeds. Die komt. Ik ga je toch vragen. Nee, ik maak het af. Daar sta ik op. Hij mag het gewoon ik wil er ook zijn voor mijn kinderen. En ik kom op voor een leefbare. Dames en heren, even geduld. Nee. Hierna mogen jullie met z'n allen met mij in discussie gaan. Kom maar. Maak je verhaal? Ja, tuurlijk. Die leefbare aarde, daar gaat het maar. En die hebben we maar eentje. Eentje. En mensen zoals jij, met die oude instelling, die helpen onze wereld niet. Ik durf zelfs te zeggen, als je niet uitkijkt, help je hem naar de kloten. Ja, het is strip. Ja, nou, mijn vraag, Tony. Ja. Ja. Jij hebt de echt gedaan met de stekker. U mag hier blijven. Ja. Jij hebt de echt bedacht van de stekker. Je hebt hem Jolanda uit laten voeren. Ik vraag nu om hem zelf uit te voeren. Nou, daarmee verzoek ik jou, als het aan mij ligt, moet je gewoon accepteren dat je in het leven niet alles kan. Meneer, we hebben de stekker één keer gedaan, dat was niet zo heel succes. Gaan we denk ik niet nog een keer doen. Nee, zelf wordt bij één keer houden. Hij symboliseert. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel, meneer. U mag weg. Ik wil graag iemand anders. Ik wil graag. Dank u wel. Ik wil graag iemand anders aan het woord laten. Vraag wil stellen. In de tussentijd, voordat ik naar u toe loop, mogen jullie allebei in één zin zeggen. De vraag van Lene Grote. Wat zou het allereerste zijn wat je zou doen als je morgen minister-president zou zijn? Jolanda, jij mag eerst. Het allereerste wat ik zou doen als ik morgen minister-president zou zijn. Dat is echt een streep zetten door die draconische bezuinigingen die we nu deels voor 2013 hebben kunnen terugdraaien. Die zou ik helemaal willen terugdraaien. Zodat mensen, de meest kwetsbare mensen in dit land, gewoon weer recht krijgen op regie over hun eigen zorg. Weer recht krijgen op een fatsoenlijke baan, dankjewel, als ze een arbeidshandicap hebben. Nee, die is heel makkelijk. Ik ga meteen de sharia invoeren.